Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over voederdieren en waarom je die ook goed moet verzorgen, zodat je mieren ook goed verzorgd worden. Dus let's go. Nou, zoals jullie weten, mieren hebben gewoon voedseldieren nodig als proteïne, als, zodat ze een beetje kunnen jagen. En die voedseldieren is de enige proteïne die ze nodig hebben. Die voeren ze aan hun larven. En deze larven die groeien hierdoor en kunnen een mooie pop worden. Maar net zoals ieder ander dier heeft een mier wel echt bouwstof nodig. En die bouwstof halen ze ook uit voedseldieren. Dit geldt trouwens niet alleen voor mieren, geldt eigenlijk voor elke dierensoort die voedseldieren eet. Zoals, weet ik veel, watergaan of zo, of gekko's, of schildpadjes. Maar die eten ook allemaal voedseldieren. En alles wat er de voedseldieren ingaat, gaat ook uiteindelijk dan de schildpad in of de mieren in. Want ze laten niks over. Het is niet zo dat ze de darmen niet opeten. Dus alles wat erin gaat, dat gaat ook uiteindelijk het dier in. Maar om dus zo goed mogelijke, zo gezond mogelijk dieet te maken voor jouw dieren, gaan we de voederdieren gutloaden. En gutloaden, dat betekent dat je ze, zeg maar, heel veel gezonde voedingselementen voert en ze goed verzorgt, waardoor de dieren die ze uiteindelijk opeten, die goede supplementen ook binnenkrijgen. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn schildpad. Je ziet hem nu even, oh ja, hij komt naar boven. Nou, je ziet hem niet heel goed, maar hij eet eigenlijk voornamelijk insecten en dan bijvoorbeeld krekels die ik hier heb staan in deze bak. Meelwormen die ik in de schuur heb staan, of andere dieren. En, maar hij eet heel weinig planten. En als ik nou wel wil dat hij die vitamine dus binnenkrijgt, dan ga ik de dieren die hij opeet, ga ik gutloaden. Zodat hij eigenlijk de gezonde dingen van de planten die hij wel nodig heeft, toch binnenkrijgt. Maar hoe doen we dit nou precies, dat gutloaden? Nou, het is niet heel moeilijk eigenlijk. Het komt er eigenlijk vooral op neer dat je je voedseldieren goed verzorgt. Nou heb ik hier, kweek ik zelf kakkerlakken. Ik verzorg krekels en die meelwormen zoals ik zei. En hoe ik die eigenlijk verzorg, het is heel handig om ze zelf te kweken. Dan kost het minder, tenzij je kakkerlakken kweekt zoals ik het doe. Dit kost me zoveel, dat is echt niet normaal. Want het kweken gaat voor geen meter. Ik heb hier allemaal bakjes met eieren. En die eieren komen maar niet uit. Dus dan kweekt het ook voor geen meter. Maar, zo. Maar goed, als het dus lukt om te kweken, dan is dat wel. Het kost minder geld. Het geeft over het algemeen niet zoveel ruimte. Kijk, mijn kakkerlakkweek is natuurlijk huge. Dus dat kost best veel ruimte. Maar bijvoorbeeld een kleine meelwormenkweek kan je best makkelijk opzetten volgens mij. En daar heb je niet heel veel ruimte voor nodig dus. Dat is zeker te doen. En je kan ze ook gewoon voeren wat je wil. En het is niet dat ze nou, kijk bij de plek waar ze vandaan komen, als je ze uit de dierenwinkel haalt, dan krijgen ze wel een meelwormenvoer. Maar dat is meer voer wat die meelwormen gewoon groot maakt en sterk maakt. Maar daar zit niet heel veel in qua wat de dieren daar uiteindelijk uit halen. Er zit niet heel veel vitamine in. En als je ze uit de dierenwinkel haalt, dan moet je eigenlijk, wat je het best kan doen, die dieren zijn vaak uitgedroogd, gewoon een stukje appel erin doen of zo. En dan eten ze dat en dan heb je toch net iets meer vitamine. Of wat je die uiteindelijke dieren ook wil geven. Meelwormen eten best veel fruit. Dus, of groenten. Dus je kan dat allemaal kan je gewoon aan die meelworm blijven geven. Dan komt het uiteindelijk ook in het dier waar je het aan geeft. En als je zelf kweekt, dan heb je natuurlijk het voordeel dat je dus vanaf het begin af aan al voert wat je ze wil hebben. Dus dan alles waar die meelworm zijn bouwstoffen uithaalt, dat zijn allemaal van de dingen die jij uiteindelijk aan je dier wil geven. Dus dat is ook nog een voordeel aan het zelf kweken van dieren en waarom je ze makkelijk kan gutloaden. En wat je zelf nog zou kunnen doen is zelfs visvoer geven. Dat doe ik ook met mijn kakkerlakken. Die voer ik kattenvoer en visvoer, zodat ze nog net iets meer hebben. Dit hoeft natuurlijk niet, je mag het zelfs zo bont maken als je zelf wil. Maar het gaat een beetje om het idee, weet je, dat je gewoon zo het beste wil voor je dieren. Want die kakkerlak voer ik aan alles, aan de schildpad, aan de, nou niet aan de slang, aan de,
aan de mieren, aan... Ja, dat is het eigenlijk. Maar goed, en dan wil ik wel dat het gezond blijft. Dus ja, dat is een beetje... Wel, je maakt niet uit hoe gek je het maakt. Het komt echt wel goed. Eigenlijk zou het ook zonder kunnen. Maar het is wel een extraatje. En het is wel belangrijk. Het is soms nodig. Omdat je dieren bepaalde vitamine gewoon echt nodig hebben. Net zoals dat jij ook gewoon sla moet eten. Alleen stel je voor, je zou niks anders dan vlees eten. Dan is het wel handig als dat vlees dan de vitamine bevat die jij nodig hebt. Dus voor zover deze video. Zoals je ziet zijn de kakkerlak hierachter druk bezig met eten. Nou, deze ligt van mij te slapen, maar daar zijn ze. Ik lig een boterham in en een stuk komkommer. Ik moet ze wel weer even voeren, maar goed. Vergeet niet te liken hieronder, te subscriben als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet ook zeker niet een reactie achter te laten van hoe jij jouw dieren gutload dan. Dus gewoon hoe jij jouw dieren volstopt met goede vitamine. Kweken jullie zelf of gaan jullie naar de dierenwinkel? Ben ik ook wel benieuwd naar. Als jullie zelf kweken, wat kweken jullie zelf en hoe? En anders laat je ook gewoon een leuke reactie achter. Ik lees eigenlijk gewoon alles. Dus bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Laters.